wedstrijd staat op het punt om te beginnen. De bekende jongens staan in de buurt van de bal, van de middenstip. Kloosterhaar mag gaan aftrappen, dus de bekende jongens die gaan dat niet doen, Maurice en Christian. Melvin Reinders staat daar in de buurt. Die zal ongetwijfeld het leder naar zich toe gespeeld krijgen. En vervolgens kan de wedstrijd beginnen. Voor de districtsbeker tussen DVS en Kloosterhaar. Je zou kunnen zeggen dat er toch wat mankeert aan de instelling van DVS. Want je ziet dat als die instelling niet goed is, dat dan het combinatiespel lang niet die energiewaarde heeft die ze verleden week had. Natuurlijk wel wat bij voor te stellen, maar vooralsnog geen enkel gevaar voor Kloosterhaar. Maurice de Ruiter, nu misschien. Maurice de Ruiter, er komt met een schot. Maar daar, ja, heel makkelijk. Christian van den Kamp in de rebound. Prima schot van Maurice de Ruiter in de rebound. Keeper kon hem niet klem vastpakken. Christian van den Kamp. En hier valt dus het eerste doelpunt voor DVS 33. Stand 1-0. Daar komt die bal. Ook aan Soykan. Oh, prachtig. Plaatst die bal werkelijk precies op het kopgrage hoofd van Christian van den Kamp. Die hing daar heel mooi in de lucht. Ik weet van Christian persoonlijk dat hij het meest geniet van dit soort doelpunten. Kopdoelpunten. Prachtig doelpunt. Christian van den Kamp. Nu, balbezit Ali Akla. Ali Akla, Ali Akla gaat het strafschopgebied in. Schiet die bal keihard tegen het net aan. 3-0 voor DVS. Mooi schot van Ali Akla. Scheidsrechter Harry van Beek ook. En de tweede helft is begonnen. Ronald Hoek inmiddels in het veld gekomen. Voor Joran van Santen. Als ik dat zo 1, 2, 3 snel zie. Daniel van Warven zie ik ook rondlopen. Vrije trap DVS. Mike Arends achter de bal. Brengt hem bij de tweede paal Christian van den Kamp. Nee, of Ronald Hoek die kopt hem terug. Maar het levert geen gevaarlijke situatie op. Nu Kloosterhaar probeert eruit te komen. En dat gaat ook nog lukken. Balbezit daar aan de rechterkant. Yasin Koert erbij. Kloosterhaar nog steeds. Breukeman. Breukeman die verplaatst het spel naar de andere kant. En daar staat de nummer 15. Ivar Nijboer. Nog steeds balbezit voor Ivar Nijboer. Met Jerel Poot tegenover zich. Goeie, mooie bewegingen. Ivar Nijboer. Maar hij raakt toch de bal kwijt. En Jerel Poot kan uitverdedigen. Jerel Poot terug. Ronald Hoek. Het moet mijn heer. Paasje tussendoor naar Daniel van Warven. Daniel. Neemt het initiatief, gaat alleen door. Paast hem daar op rechts op Ali Akla. Tikt even terug, tikt hem op Jerel Poot. Nu een enorme knal van Daniel van Warven. En de stand is hier 4-0. Lekker strak, een laag schot van Daniel van Warven. Oh, een mislukte uittrap van de doelman Daniel van Warven. Daniel van Warven die besluit om alleen door te gaan. En wordt daar onheus getikt en krijgen hier een penalty. De nummer 7, Maarten Kelder, die broer van Jort, die haalde hem onderuit. Net binnen het strafschopgebied. Ja, de spelers van Kloosterhaar die lopen nog wel wat te babbelen met Harry van Beek. Maar het was super duidelijk, overduidelijk.
Zeker een centimeter of 13 in het strafschopgebied. En dan moet het toch wel super duidelijk zijn dat dit een penalty is. Heel goed gezien door Harry van Beek. En ik weet zeker dat die heeft echt hele goede brillen. Specsavers. Ja, daar komt hij. 5-0 inderdaad door Mike Arends. 5-0 inmiddels voor DVS. En de kans op een dubbele stand begint langzaam maar zeker steeds iets groter te worden. Oh, nu weer een snelle combinatie. Christian van der Kamp. Ja hoor, als de kippen erbij. Prachtige combinatie samen met Mike Arends. En zo brengt Christian van der Kamp zijn doelpunten totaal op 3. En van DVS dus op 6. Stand dus inmiddels 6-0. Beste mensen, dat is nummer 3 voor de nummer 9. Christian van der Kamp. Natuurlijk Edmund Mijnheer mee, of niet? Ja. Daar een kopbal van Ali Akla, maar een hensbal van een van de verdedigers van Kloosterhaar. Ja, ze zijn het er weer niet mee eens. Maar, maar het zij zo. De scheidsrechter heeft het goed gezien. En beslist ook overduidelijk. Het was de nummer 4, Jesper de Jager. Wat ik wel heel geinig vind, leuk vind, dat Harry van Beek hier gewoon helemaal geen kaart voor trekt. Terwijl officieel moet je daar eigenlijk wel een kaart voor trekken. Maar daar komt doelpunt nummer 7, Ali Akla, die hem spijkerhard het doel in trapt. 7-0 inmiddels dus voor DVS in die bekerpot tegen Kloosterhaar. Roelof de Groot naar wie staat daar aan de linkerkant? Yassin Koet nog steeds in balbezit. Volkomen onhoudbaar voor een van die verdedigers van Kloosterhaar. Nu Mike Arends in een hele korte ruimte proberen ze toch nog door te combineren. Prachtig! Ja, jammer. Ja, daar komt hij toch. Nee, ja, toch. Daniel van Warven. Jongen. Wat laat DVS daar in een hele kleine ruimte een fantastische combinaties zien. Werkelijk op de vierkante centimeter ging de bal van voet naar voet. 5-6 keer achter elkaar. One touch. En uiteindelijk Daniel van Warven. Die tekent hier de nummer 2 aan voor hem. En de nummer 8 voor DVS 33. Want wij zijn DVS. Daar een combinatie aangaan met Daniel van Warven. Daniel van Warven die plaatst de bal daar bijna in het doel. Maar de keeper die kan dat voorkomen. En die pakt de volgende redding. Ja, de veldspeler. De nummer 14 is Stan Ravenhorst. Hij krijgt langzaam maar zeker toch wel een standbeeld denk ik hier in Ermelo. Ravenhorst daar op de rotonde daar bij Albert Heijn. Fantastisch bovenop die pauw. Een standbeeld voor de keeper van Kloosterhaar. Stan Ravenhorst. En nu een volgende poging van Ronald Hoek, maar de scheidsrechter die vindt het voldoende. Die heeft wel zin in een kleine versnapering na aflopen. En dan gaan we eens eventjes lekker babbelen over deze wedstrijd met deze vriendelijke scheidsrechter Harry van Beek. We danken u allen voor het feit dat u hier naar heeft willen kijken en vooral ook heeft willen luisteren. DVS 33 hier toch met 8-0 gewonnen van Kloosterhaar. Een stand die ik ongeveer een beetje in mijn hoofd had. Maar ja, je moet het maar eerst toch even doen. In de eerste helft leek het even een beetje moeizaam te zijn, maar in de tweede helft werd het Kloosterhaar toch allemaal veel en veel te machtig en wint DVS hier vrij eenvoudig met 8-0 in een goede voorbereidingswedstrijd voor de topper volgende week in Rijssen tussen Excelsior 31 en DVS 33. Luisteraars.